Hey, hallo! Welkom bij een nieuwe video. Super leuk dat je weer kijkt. Allereerst, sorry voor eventueel lawaai op de achtergrond, want er is iemand met een bladblazer bezig buiten. Er zijn helemaal geen blaadjes. Ik snap niet waarom dit zo is. Maar goed, ik hoop niet dat je er te veel last van hebt. Ik heb vandaag een kleine action shoplog slash giveaway voor je. En beide heel erg klein, maar ik hoop wel heel erg leuk. Ik vind het zelf in ieder geval leuk. En ik wil het je graag laten zien bij de action een paar dingen waar ik gewoon heel blij over ben. Dat ik denk, misschien vind jij het ook leuk. En de giveaway is omdat ik zelf deze zaterdag 24 word. Zaterdag ben ik jarig. En ik dacht, wie jarig is, die trakteert. Dus ik heb gewoon een klein pakketje samengesteld waarvan ik denk dat jullie het leuk zullen vinden. Die laat ik je op het einde zien. Ik laat je eerst een paar dingen zien die ik bij de action heb gekocht. En dan dus de giveaway. Als allereerste trouwens, dit shirtje wat ik aan heb. Het is een cool shirtje of een cool truitje met lange mouwen. Alleen ik hou niet van lange mouwen, dus ik trek ze altijd zeg maar naar 3/4 toe. Een shirtje van de Action dus. En dat kostte maar 2 euro. Ik heb hem gisteren gekocht. Dus als je dit ziet, eergisteren. En ik zag hem bij Ivana van voorheen Enterprise Me TV, nu Travel Vlog Eve. Je kent haar vast wel. Zij had hem ook gekocht. En ik dacht, hey, die ziet er super comfortabel uit. En volgens mij is zo'n kool best wel lekker in de winter. Want ja, kou en tocht en zo. Ik hou echt helemaal niet van tocht. Ik ben heel snel rillerig dan. En dan is dit wel heel fijn. En ik vind het ook prettig. Ik weet niet of je het ziet, maar hij zit een beetje los. Want als hij echt allemaal zo zit, dat vind ik niet prettig. Maar deze zit een beetje los, dus het zit wel lekker. 2 euro, ik ben er heel blij mee. Katoen 95% en 5% elastan volgens mij. Dus prima shirtje. En ik heb eerder al een t-shirt van de Action gehad. Ik draag trouwens maat S small van Action. En ik moet zeggen, meestal hang ik een beetje tussen small en medium in. Maar S is prima te doen voor mij. Dus als je ook een beetje tussen twee maten inhangt, kan je volgens mij best wel de kleinere maat nemen, zeg maar. En dat t-shirt dat ik al had, vond ik ook heel fijn. Maar deze dus ook. En dan nog wat dingetjes voor in huis. Dit dienblad zag ik. En eigenlijk, vorig jaar heb ik al aan mijn moeder op mijn verjaardag een dienblad gevraagd. Maar ik kon toen niet degene vinden die ik graag wilde. En dat was eigenlijk zo eentje als deze. Met hout in het midden en wit eromheen. Die vind ik gewoon heel erg mooi. Rustig, maar wel doordat dit hout is toch ook weer wat gezelliger of wat warmer. Hij is rechthoekig. Hij was er ook nog een slagje kleiner. En hij was er ook nog in een beetje zo'n zalmroze kleur. Een beetje deze kleur roze, maar hier kom ik later op. Dus wat dan wit was, was die kleur. En dan de binnenkant ook hout. Deze nam ik mee voor 3,79. En ik ben er heel erg blij mee. En hij voelt ook best wel stevig. Alsof er niet, als je er een paar borden of zo op zet, dat de onderkant er dan onderweg zakt. Dus volgens mij is die prima te doen. Ja, heel erg blij mee. En dan nog iets voor in huis. Deze mand. Ik vind hem heel erg mooi. Een beetje een mintgroene kleur. Alleen dan wat zachter of zo. Een beetje een soort oud mintgroen. Als dat ergens op slaat. Hierboven zit een soort bamboe houten rand. En ik moet zeggen, in eerste instantie dacht ik, oh ja, mand. En ik zag kleinere mandjes in de aanbieding. Mintgroen en ook een beetje die zalmroze kleuren. Die waren ook heel leuk. Maar een beetje te klein. Daar kon je eigenlijk net niet echt iets instoppen. En ik was een beetje op zoek naar of iets waar we de handdoeken in kunnen stoppen. Of iets waar je dan bijvoorbeeld kleding wat je de volgende dag nog een keer aan wil of zo, waar je dat even in kan doen zonder dat het overal op de grond ligt. En ik denk dat we hem dus daarvoor gaan gebruiken. Maar ja, ik vind hem eigenlijk heel mooi, heel rustig, niet te veel gedoe. Mooie kleur. Deze was 4,95. Maar als je een slagje kleiner zoekt, die hebben ze nu dus ook voor 2,95 geloof ik. Dat is wel zonder houten rand, maar dus wel in een beetje mintgroen en zalmroze kleur. Dus als je zoiets zoekt, zou ik ook zeker naar de Action gaan. En toen zag ik iets waarvan ik dacht, oh, dat vind ik zelf heel erg leuk. Maar ik dacht ook, ja, ik mag eigenlijk niet echt dingetjes voor mezelf kopen. Dit waren dan dingen die we eigenlijk nodig hadden. Maar ja, dit is iets, ik zou het natuurlijk zelf kunnen gebruiken, maar ik had het niet per se nodig. Een etuietje. En er zat op, well, hello, gorgeous. Ik vind hem echt super leuk, maar hij is niet voor mij. Hij is voor een van jullie. Ik vind hem echt heel gaaf. En die letters die zijn dus van goud. Niet super fel goud om het zo te noemen, maar ja, als je hem zo beweegt, dan zie je het wel een beetje. En ik vond het ook heel mooi dat die rit, dit is ook gewoon onderdeel van de rit, toch? Dit dingetje. Die zijn echt van een mooie koper kleur. De Action had ze ook nog in het blauw en dan met Enjoy the Little Things. Die vond ik zelf ook heel erg leuk. Maar vandaag kun je dus dit etui winnen. En niet alleen maar dit etui, ik stop er ook wat dingetjes in.
En mocht je hem willen kopen, hij is €1,29 bij de Action dus. Maar wat ik erin stop zijn de volgende dingetjes. Allereerst dit stickervel, omdat ik vind dat het qua kleuren en qua koper heel erg mooi bij het etui past. En ik denk ook dat het leuke stickers zijn om bijvoorbeeld je envelop mee te sluiten voor sneeuwmeel. Dan heb ik ook nog dit stickervel, leuk voor in je planner of leuk op kaartjes. Het zijn gewoon hele vrolijke hartjes in allerlei kleuren. Dan nog een stickervel, een beetje planner stickers die ik zelf een keer heb gemaakt. Ik dacht, misschien vind je die ook wel leuk. Die stop ik er ook bij. En als laatste heb ik nog twee hele leuke kaartjes die je bijvoorbeeld bij een cadeautje kunt doen. Van Little Lefty Lou, eentje met A Gift For You en eentje met Birthday Hugs For You. En die vond ik qua kleuren en vrolijkheid ook wel een beetje bij het geheel passen. Als je de etui wint, dan stuur ik er natuurlijk ook nog een leuk kaartje van mezelf bij. Of een briefje. Of een leuk sneeuwmeel, dat heb ik nog niet helemaal bedacht. Maar dit is dus in ieder geval het pakketje wat je kunt winnen. Deze goodies in deze mooie etui. En wat je daarvoor hoeft te doen is eigenlijk helemaal niet zoveel. Gewoon hieronder laten weten dat je meedoet. Ik zou het wel heel erg leuk vinden om te weten wat voor soort video's je het leukst vindt om te kijken. Daar kan ik misschien wel wat mee, dat ik daar wat meer van kan maken. En natuurlijk mag je ook mijn video's aan, nou ja, misschien vriendinnen laten zien. Van de buurvrouw of iemand anders waarvan je denkt dat diegene mijn video's misschien ook leuk vindt. Dat zou ik heel erg leuk en gezellig vinden. Maar dat moet niet. Maar laat dus wel even weten dat je meedoet. Want dan weet ik in ieder geval dat je meedoet. Delen van de video mag natuurlijk ook altijd. Of van andere video's. En dan was dit de video voor nu. Dit is dus een klein pakketje. Maar ik weet niet, ik vond het gewoon leuk. En ik dacht, ik moet het niet doen, maar ik vind het gewoon zelf heel erg leuk om te doen. Om toch een beetje iets, nou ja, ook naar jullie toe. Jullie zijn ook al zo lang bij me om het zo te noemen. Dus ja, ik weet niet. Ik had er gewoon zin in. Ik hoop dat je meedoet of dat je het in ieder geval leuk vond. En ook mijn andere spulletjes. Voor nu, bedankt voor het kijken. Zondag is er weer Sneeuwmeel Sunday. Vergeet ik helemaal te zeggen tot wanneer je mee kan doen. Lekker slim. Meedoen kan tot en met dinsdag 24 januari. En op woensdag 25 januari maak ik in de beschrijving van deze video bekend wie de winnaar is geworden. Zorg ook dat je dan reageert op mijn berichtje. Anders dan ga ik na een paar dagen een nieuwe winnaar kiezen. Dus meedoen kan tot en met 24 januari. En op woensdag 25 januari maak ik onder deze video bekend wie er heeft gewonnen. Goed, bedankt voor het kijken. Doei!